Oh. Dit is zo'n banger. Hallo mensen van Gamers, ben je welkom bij een gloednieuwe video. We zijn hier bij het casino. En hier staan wat mensen op ons te wachten. En niet vergeten, een kat loopt door mijn beeld. En niet te vergeten dat we gewoon hier voorheen muntjes kunnen zoeken. Dat is ook zeker belangrijk. Kijk, daar heb je zo een. Dit is er ook een, let maar op. Ja, ik wist het. Hier is dit ook iets. Ja, ook joh. Nou, we gaan even met deze man praten. Want deze man ziet eruit alsof hij een puzzel heeft. En dat had hij ook. Neon is een beetje fel. Maar dat staat wel goed bij goud. Maar ja. Alles staat goed bij goud. Ik zou zeggen dat komt matig licht uw unieke kwaliteit te goed benadrukt, meneer Walton. Dat heb je scherp gezien, jonge dame. Ik zie dat je in staat bent bij je zinnen te blijven. Bij zijn van mijn overweldigende rijkdom. Mijn complimenten. Nou, die complimenten mag u houden hoor. Ja, zo moeilijk is het niet. Oh, en nu heb ik een deel heb ik geskipt. Maar dat maakt niet uit. Oké, drie darters hebben net een potje gespeeld met de aangegeven eindst. Jij achterhalen hoeveel punten je in elke ring van het dartbord scoort. De ringen hebben allemaal een andere waarde en de waarde neemt toe naarmate je dichter bij het midden van het bord komt. Elke ring krijgt een waarde van één cijfer en is tenminste één punt waard. Oké, waar begin je? Je weet, drie... C plus B hè, is 22. Nou moet je kijken of je hier iets kunt vervangen met alleen een B of alleen een C. En dat wordt pittig. Je weet dat C moet lager is dan 7. Hoe weet je dat? Of gelijk aan 7. Oké, dus D kan minimaal 6 zijn. Stel het is 7, dan is het 3 keer 7 is 21. Dan zit je met 1 over. Dus dat kan niet. Als je 6 hebt, we gaan gewoon alles invullen. Als je 6 hebt, heb je 18. Moet je 4. Dus dat kan haast niet. 5 zou wel kunnen. Want 5 is 15. 15 plus 7 is 22. Dus dat zou wel kunnen. Dus C zou... Stel, het is zo. Hè? Dan kunnen we kijken naar 25. 25 is, dan heb je dus iets wat lager is dan 5. D plus 5 plus B plus A. Oké, dat kan wel, want dan krijg je 20 is DBA, doe ik eventjes. En dan die 26, ja, daar heb je die 5 niet in, dus dat is een beetje lastig. Je weet dat D is sowieso lager, dus dat kan 4 zijn. Stel het is 4, dan heb je hier over 16, dus dat zou dan 7 en 9 zijn. Dat kan. Oké. Stel het zou 3 zijn. Want dat kan ook nog. Lager dan 2 kan niet trouwens. Want dan kom je op 18 uit. Zou je 2 keer 19 hebben. Of 2 keer 9 hebben. Dus als het 3 zou zijn. Dan zou je 8 en 9. Dus je weet eigenlijk al dat A is 9. Nou dan weet je bij 26. Ik doe dit zo onoverzichtelijk. 26 is 2 keer 9 is 18. Plus 2 keer A. 2 keer A. Oké, nou je weet is verschil van 8. 2 keer A, 4. Dus je weet A is 4. Dan weet je... A is 9. Sorry, ik doe het verkeerd om. A is 9. Het D is 4. Dan weet je dus B ook automatisch. Want dat is dan 7. En C zou dan 5 zijn. Kabooming. Deze doe ik wel. Gewoon invullen. Dat is de tactiek. Dat is de tactiek. Zeker niet slecht hoor, Emmy. Ja, dit was hem. Nou... door. Met de volgende puzzeling. Ik moet toegeven dat ik onder de indruk ben. Normaal gesproken begrijpen arme sloebers als jullie deze sport niet. Hé, niet dat het ertoe doet, maar mijn familie is best rijk. Rijkdom is niet alles, meneer Walton. Misschien moet u zich op andere dingen richten. Dat soort onzin zou alleen iemand met een uurloon uitkramen. Wow, hater deze man. Wat zegt deze? Oh nee, ik heb geen geld meer over om thuis te komen. Nou ja, het had erger gekund. Deze vent naast me vertrok met een klein fortuin. Helaas begon hij met een enorm fortuin. Hij ging als een wilde tekeer tegen de manager. Je zou bijna denken dat een waterbuffel was losgebroken.
Je kunt zoveel snuiven en stampvoeten als je wilt. Maar als je geen geld hebt, luistert niemand meer naar je. En ik kan het weten. Zou dat de opschudding in het casino zijn waar we eerder over hoorden? Het heeft waarschijnlijk niets met de gemaskerde heer te maken. Professor, wilt u toch kijken? Een echte heer probeert altijd een vreedzame oplossing te vinden voor elk geschil dat uit de hand dreigt te lopen. Als u naar het casino wilt, hoeft u hier alleen maar rechtdoor te lopen. Als u naar het einde van deze straat loopt, ziet u het vanzelf. U hoeft het spoor van gebroken dromen maar te volgen. Dank u voor uw tijd. Ik ga die kat even uitlaten, want die kat die wil heel graag uit. Dus op naar het casino. Let's go. Dit is de ingang van het casino. Ah, dit moet het casino zijn. Laten we naar binnen gaan om te kijken of we kunnen helpen. Oh, dat was de enige cutscene. Nou, we gaan toch eerst eventjes die muntjes pakken. Een echte heer kraakt elke puzzel, maar wel nadat hij de muntjes heeft. Ja, dat is een verborgen puzzel. Dat mag ook. Nou, dit is toch niet heel erg belangrijke informatie. Boeien. Het uithangbord van de winkel bestaat uit een logo dat omringd wordt door 8 oranje neonlampen. Elke lamp bestaat uit 16 segmenten waarvan er een aantal blauw oplicht volgens een bepaald patroon. Kun jij bedenken welke segmenten zouden moeten oplichten? Ja, dat zou wel kunnen. Even kijken, want hier zit er 1, 2, 3, 5 tussen, dus 5. En dan bij die andere, oké, 5. Hier is het 1, 2, 3, 4, ook 5. Wat zien we aan als verschil? Volgens mij is deze eentje opgeschoven. Oké, 5. Dit is dan weer 3. Dat is wel interessant. Dit is 1. En dit is waarschijnlijk 6. Oh, 7 bedoel ik. 7, dat bedoel ik. 7, 1, 3. Oké, daar hebben we niet heel veel aan. Dan moeten we kijken naar de plaatsing. Stel, dit is 1. Dit is nummer 4. Oké, en hier is die nummer 1, 2. Deze is nummer 2. Oké, dan gaan we kijken naar de volgende. En dan wordt 1 ook 2. Hey, dus hier blijft hij zitten. Dat is gek. En de andere blij wordt... Oké, ik heb alles genummerd. Conclusie? Ik zie geen verband. Kutzooi. Oké, deze zou dan 2 terugschuiven. Oh, wacht, dat kan wel. Dus de ene schuift 2 terug. En de ander die schuift... Deze gaat van 7. Dat is nooit 7. Dat is 10. Oké. Dus die gaat... Als... Oké, dus deze gaat min 2. En die gaat plus 4. Oké, dan gaat 14 naar 14. Plus 2 is 18. Is deze 2 dan? Oké, dus als we nu die 4 plus 2 doen, hè, dan zou dat 6 zijn. En dan zou deze 10 min 4. Min 4 betekent dus ook 6. Dus dan krijg je toch echt 6, 6. Dus dan zou ik zeggen dit. Het moet toch echt? Want dat is hoe het patroon gaat. Is dit het antwoord? Ja! Professor, ik had het goed. Professor, je had het zeker goed. Maar wel met mijn hulp. Dat je dat maar weet. Oké, nog een inmuntje. En dan moet ik er nog 1. Hier nog een inmuntje. Ja, kijk. En dan kunnen we door. Oh! Dit is zo'n banger. Even voor duidelijkheid. Je zegt dat ik eerlijk heb verloren. Dus ik ben de boosdoener. Dat is een mooie. De enige schurk hier is die nepcourier daar. Iedereen heeft wel eens een slechte dag, meneer. Zou u het pand willen verlaten? Morgen is weer een dag. Oh, krijg toch de ram van gatjakker. Je denkt zeker dat je heel wat bent met die gladde zonnebril van je. Een moment, heren. Laten we allemaal even rustig ademhalen en de situatie rationeel bespreken. Kalme hamburger, alles is onder controle. Oh, hallo. Ik hou absoluut niet van geweld, maar ik begrijp ook dat er helaas altijd meningsverschillen zullen zijn. Daarom stel ik dit conflict op de meest elegante manier op te lossen. Met een puzzelstrijd. Ik luister. Ja, ja, ja. Vooruit dan. Maar let op mijn woorden, deze keer win ik, zeker weten. Hoewel ik confrontaties liever mijd... vind ik dit idee van een puzzelstrijd zeer intrigerend. Gaat u verder. Mooi zo. Oké. Kom op. Geduld is een schone zaak, heren.
Aangezien we in casino's zijn, zullen we strijden met fiches. Deze fiches lijken willekeurig geplaatst. Maar let op, elke kolom is geteld precies 15. Dat is leuk. Ja, ik zie het. Ja, ik zag... Maar ach wee, wat is dit nu? De rijen ontberen zulke voortreffelijke symmetrie. Ja, dat zie ik. Die arme verstrooide rijen hebben onze hulp nodig, denkt u niet? Mijn opdracht aan u is rangschik deze, zodat alles gelijk is. Snowboardemans, blablabla. Ja, ik geloof dat ik het begrijp. Wie de minste zetten weet te doen is de winnaar. Laat me maar weten als u de oplossing hebt gevonden. Oké, ik heb hem. Dat was behoorlijk snel, Frankie. Laat maar je oplossing zien. Kijk en huiver. Is hij niet prachtig? Lijkt inderdaad op dat u de oplossing hebt gevonden. Ja, oké. Het is inderdaad waar dat er aan de voorwaarden van de puzzel is vandaan. Maar ik geloof alleen dat er een meer elegante oplossing is. Hoe bedoelt u? Alle rijen en kolommen zijn compleet. Als u probeert uw imago te redden, valt me dat erg van u tegen. Luke, waar doet deze puzzel je aan denken? Het is net een magisch vierkant. Inderdaad, behalve dat het magisch vierkant in de huidige staat incompleet is. U hebt gelijk, professor. De rijen en kolommen kloppen, maar de diagonalen moeten ook opgeteld 15 zijn. Haha, je kleingeestige opmerkingen zijn zeer vermakelijk. Maar zo is het wel genoeg. Je overwinning blijft onbewust. Maar als deze heer mij een perfecte oplossing kan tonen, dan ben je onherroepelijk gekwalificeerd. Wacht eens. Hij moet minder zetten doen dan ik, anders stelt hij niet hoor. Akkoord, ik zal het vierkant voltooien door slechts 2 fiches aan te raken. Ik denk niet dat het mogelijk is, bla bla bla. Oké, let's go. Oké, dus dit is inderdaad 24. Even kijken, want dit is 18. En dit is al 5. Dus wij moeten zorgen dat deze 3 minder krijgt. Terwijl die in totaal moet deze... Was die 24, hè? Dus in totaal moet die 9 minder. Dat is wel lastig. Want deze staat vast. Dus deze, als dit fiche 3 minder zou moeten, hè? Ja, of die moet meer trouwens. Dat kan ook, hè? 3 meer. Stel dit zou 6 zijn. Ja, dan zit je hiermee. Dat is heel naar. Dat is heel naar. Nee. Ik denk dat we inderdaad deze naar 6 moeten. Dan komt daar natuurlijk de 9. Want dan is dit dus... Dan moet die 7... Zou dan... Even kijken, want nu komen we op natuurlijk 21 uit. Dan zou dit 1 moeten worden. Dit 7 zijn. 7... Ja, nee, dan moet je veel te veel veranderen. Want nu heb je hem sowieso ook niet compleet. Wacht even, hier klopt iets niet. Hier moet 3 vanaf. Dus hier moet min 3. Deze rij moet min... Even kijken, 24, dus dat moet min 9 zijn. Deze moet plus... Dat is 6, dus dat moet plus 9 zijn. Dus wat je kunt doen is deze omwisselen. Dan moet je hier nog, dan heb je hier, moet een 5 komen. Maar dan heb je dit niet opgelost, dus dat komt niet. Oh, dit is echt heel pittig. Deze wil je niet aankomen. En deze ook, waardoor je dus weet. En eigenlijk het liefst deze ook niet, maar dat kan al niet. Nee. Shit. Als 2 fiches mag aanraken. Die 6 die moet daar weg. Of die 9. Ja, die 9 waarschijnlijk. Oh, om een magisch vierkant te maken moet de 5 naar het midden. Met 1 fiche kan ik de ander wegduwen. Ja, dus dit moet je omdraaien. Dan heb je hier 7. Dan moet dit. Nee. Wacht, ik doe de 5 omlaag. Met de 7. En dan met de 4 de recht. Kolom omhoog. De 5 omlaag met 7. Ja. En dan de 4. Dan was er nog iets met de 4. Maar als je die 4 hier naartoe gaat doen, dan kom je niet uit. De 5 moest met de 7. Of de 7. Nee, kijk zo. Dat maakt echt niks uit. Oh. Oh, zo bedoelen ze dat. Ja, oké, die was heel flauw. Hoe heb je dat gedaan? Mijn complimenten, meneer. Ja, oh, die was echt heel... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze even opgezocht, want ik kwam er niet uit. Ik snapte niet wat ze bedoelden, zeg maar. Een voltooid magisch vierkant
heeft het zeker schoonheid. Vindt u ook niet? Zeker, zeker. Oh, kom op, Nark. Ik had al lang gewonnen. Rustig, Frankie. Wees even sportief. Ik denk dat het voor jou sowieso de beste tijd is om te vertrekken. Nou, dat is heel fijn. Dank voor de mededeling, meneer. Ik ben heel blij dat ik meneer Ledoorn hier niet mee hoefde te storen. Graag gedaan. Het was me een waar genot om zo'n perfecte, elegante oplossing te mogen aanschouwen. U ook bedankt. Ik zou u eigenlijk een beloning moeten aanbieden. Mijn naam is Drake. Ik ben hier de manager. Professor Herschel Layton. En een beloning is volstrekt onnodig. Ik ben al blij dat we dit geschil vreedzaam hebben kunnen oplossen. Ik daarentegen zou met alle plezier een beloning in ontvangst nemen voor mijn kordaat optreden. Wat is u narcisse toch? Komt u maar eens langs, dan zal ik zien wat ik voor u kan doen. Dat zal ik zeker doen, vergeet me niet. Dat leek verdacht veel op doorgestoken kaart. Wellicht. Maar laten we ons daar niet langer druk om maken. We moeten ons onderzoek voort. Dat is zeker waar. Wat is dit? Oh, geen hintmuntje in ieder geval. Oh, we kunnen zoomen. Dit is een hintmuntje sowieso. Dit is ook een hintmuntje? Oh, nee. Dit is een hintmuntje. Wat is dit? Oh. Dit stoel is een hintmuntje. Oké, laten we eerst nog eventjes met hem praten. Hij heeft een put voor ons, dat is heel mooi. Mijn excuses voor het ongemak, professor. Geen enkel probleem. Loopt alles naar uw weerbehoren? Jazeker, dank u. We hebben regelmatig ontevreden klanten. Normaal gesproken is de beveiliging dan snel te plaatsen. Ik ben blij dat we meneer Ledoorn niet op de hoogte hoefden te brengen. Oh, is Henry erg nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken? Ja, en die onvermoeibare betrokkenheid bij zelfs de kleinste dingen is de reden dat ik hem zozeer respecteer. Als u het niet erg vindt, heb ik liever niet dat meneer Ledoorn u van. Ik beloof dat ik niks zal zeggen. Perfect. Ik heb begrepen dat u nogal een puzzel vanavond bent. Zou ik u een puzzel mogen aanbieden als bedankje? Dat mag zeker. Gokwerk. Cijfers op een reusachtig speelautomaat zijn niet willekeurig. Sterker nog, de volgorde volgt een bepaald vast patroon. Probeer het patroon te achterhalen en voorspel welk getal van de 4 cijfers er zal verschijnen. Maar pas op, je hebt maar 5 pogingen. Tik op de cijfers op het touchscreen om je voorspelling te voltooien. Als je klaar bent, raak dan de oranje knop aan om de spelautomaat te hervatten. Oké, ik denk dat het eerst goed is om te noteren wat we hebben. Dus we hebben 3-0-0-9. Dan gaan we gewoon eerst één keer... Oké. Dus we hebben hier 3... 1, 1, 0. Dus dit is of plus 1. Of min 1. Min 9. Ho. En dat geldt eigenlijk ook voor de rest. Dat is of plus 1 of min 9. Oké. Kijk. En dit is dan vervolgens. Is deze weer 0. Deze 1. En deze 1. Dan is dit plus 1. Dat kan op zich. Hè? Plus 1. Dat zou nog kunnen. En dan is die ineens min 1. Dat vind ik gek. Die eerste die blijft sowieso gelijk. 1, 1, 2. Ah, wacht eventjes. Dit is sowieso plus 1. Die is duidelijk. Ja, en dat betekent dus... Aha. Oké, die is plus 1. Dan zou dus de volgende, hè. Dat is weer plus 1. En deze blijft gelijk. En die blijft gelijk, weten we. Dan zal dit wel weer 0 worden, denk ik. Ik denk dat dit het is. Dan zou dit nu ineens min 1 zijn. Of plus 9. En dat blijft dan ineens gelijk. Gaan we gewoon voor min 1 was het, hè? Nou, dan gaan we gewoon voor 3000, weet ik het. Hè? Dit zou het antwoord moeten zijn. Kutzooi. Volgende keer beter. Nou, ik hoop dat het de volgende keer beter is. 2802. Oké, wat gebeurt er als we nu... Dan wordt het ineens 3103. Dus we hebben plus 1, hè. Plus 1. Plus 0, die schrijf ik niet op. En plus 3. Oké, dan ineens. Oké, die plus 1 lijkt wel constant te zijn. Die is dan ineens min 1. Plus 1. Ik ga gewoon proberen voor de 5 en we zien wel of dat klopt. Ik weet niet hoe. Ik weet oprecht niet hoe. Ik heb gewoon wat gegokt.
Wat een voortreffelijke puzzel. Zeker voortreffelijk. Elk getal komt overeen met een datum, namelijk de laatste dag van de maand. Het volgende getal is de laatste dag van de volgende maand. Pas wel op voor februari, want die heeft maar 28 dagen. Maar het is goed dat er op deze automaat geen schrikkeljaren voorkomen. Wauw. Oké. Hopelijk hebben we uw intellect weten te prikkelen. Hij was erg interessant. Ik geloof niet dat ik ooit een dergelijke puzzel ben tegengekomen. Weer vast druk met uw onderzoek. Maar als u tijd heeft, kom dan vooral even langs. Oké, dat zullen we onthouden. De rest van het onderzoek hier in dit casino doen we in de volgende aflevering. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog, niet te tuiveren om. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters!